Ja, ja, een Rolls Royce. Eerst nog maar even op de fiets naar je verplichte stage. En stage lopen betekent niet alleen heel vroeg je bed uit moeten, maar ook werken met up-to-date apparatuur en ervaren hoe het er in de praktijk nou echt aan toe gaat. Wij stellen hele hoge eisen aan de omgangsvormen van mensen. Ja. Ze moeten natuurlijk gewoon in de sfeer passen, ze moeten fatsoensnormen hebben. En de een heeft dat heel erg en de ander veel minder. En een van die jochies die sprak mij een keer aan en zegt: hey Maarten, heb jij even mijn vuurtje, want ik word even roken, joh. Ik zeg: waar ben je nou? Oh, die had hij, zat hij. Maar roken wordt erbij te bouwen, dus daar ben je even een vuurtje. Nou, dat soort dingen, ja, dat kan natuurlijk niet. En dat hoort ook niet meer in de bouw en dat hoort ook niet bij ons bedrijf. En ja, je moet gewoon op een goede klantgerichte, fijne manier met elkaar omgaan. En als die jongens weggaan bij ons, dan snappen ze dat wel. Maar dat leren ze dus eigenlijk niet op het VMBO? Ja, ze leren misschien wel op het VMBO, maar het is natuurlijk niet alleen het probleem van de school, maar het is ook het probleem van de jeugd van tegenwoordig natuurlijk. Hoe komt het dan dat steeds minder leerlingen kiezen voor techniek? Omdat het te weinig bekend is bij de jongens, denk ik. Vroeger was het zo, je moest heel hard werken, je moest 100 kilo op kunnen tillen, anders was het niet goed. Je moest heel macho zijn. En het is tegenwoordig echt een verschil wat zo groot is met vroeger. Er is een kraan op een bouwplaats, er wordt niet meer dan 25 kilo getild, maximaal. De ideale werkomstandigheden, thermo-ondergoed. De bouwplaatsen worden allemaal overkoepeld met tenten als het moet, de verwarming brandt. Het is gewoon heel erg mooi om iets te maken waar we met z'n allen trots op kunnen zijn. Mike, hoe leuk is dat stage lopen nou? Kun je me horen? Hoe leuk is stage lopen? Nou, hartstikke leuk. Ja? Ja. Hoe ziet jouw dag er dan uit? Wat gebeurt er op zo'n dag als vandaag? Allemaal opdrachten maken van de fabrikanten. En vorige keer moesten we stelkozijnen maken. Want je werkt best met grote machines. Heb je die machines ook op school? Ja, die afkortzaag daar, die hebben we wel. Die zaag, de schaaf hebben we. Ja. Maar net zoals die zaagmachine waar we net mee werkten, die hebben we niet op school. Nee. Die bank ook niet. Wat anders. En weet je al precies wat je wil gaan worden? Ja. Wat wil je gaan worden dan? Timmerman. Hoe goed sluit het VMBO dan aan op de praktijk hier? Dat is een hele moeilijke vraag, omdat die VMBO-scholen staan voor een hele moeilijke opgave. Het techniekonderwijs in het algemeen heeft zeg maar misschien 5, 4, 5, 6 leerlingen per leerjaar. Momenteel in een opleiding. En hoe kun je in godsnaam zo'n studie dan in stand houden als VMBO-school? Voor een school met zo weinig leerlingen in de klas zeg maar, te kunnen financieren is wel heel erg moeilijk. Ja, ja. Bijvoorbeeld een driedimensionaal tekenen is erg in opkomst nu. Nou, wij zijn er zelf bedrijf 6 jaar nou mee bezig, dus dat begint er echt vorm te krijgen. Maar een school loopt daar nog ver in achter, want die moet echt heel veel geld gaan investeren. De leraren moeten mee willen en kunnen. Ja. Je moet een prikkel hebben om mee te gaan. Nou, dat is best moeilijk. En is het vakcollege dan een goed initiatief? Het vakcollege is daar wel een toevoeging aan. Want het vakcollege is zeg maar, ik noem het altijd het elitekorps van de commandotroepen van de bouw. Oh. Vakcollege kinderen hebben eigenlijk een streepje voor qua kennis en kunde op hun medestudenten. En ja, die leerlingen halen wij er natuurlijk wel uit. Wij kunnen wel zien als hier een vakcollege leerling komt. Of een leerling van het VMBO zonder vakcollege. Om het VMBO beter aan te laten sluiten op het middelbaar beroepsonderwijs en de beroepspraktijk is het vakcollege bedacht. Het is een combinatie van 4 jaar VMBO en 2 jaar MBO met zoveel mogelijk dezelfde leraren. De leerlingen kiezen al in het eerste jaar voor een richting, bijvoorbeeld voor techniek of zorg en welzijn. En doen dan meteen vanaf het begin veel ervaring op in de praktijk. Iets waar het bedrijfsleven erg tevreden over is.